De aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam kan beginnen. De Raad van State heeft vandaag het bezwaar tegen de aanleg van tafel geveegd. Verschillende milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie en bewoners van het gebied, tekenden vorig jaar bezwaar aan tegen het tracébesluit A4. Ze vreesden geluidsoverlast, luchtvervuiling en schade aan het natuurgebied Midden-Delfland. Met het besluit van de Raad van State lijkt er een einde te komen aan bijna 50 jaar gesteggel over het stuk snelweg. De Raad van State heeft ook het beroep van omwonenden van Rotterdam de Heek Airport verworpen tegen uitbreiding van het aantal vluchten. Dat betekent dat de openingstijden veranderen en dat er meer gevlogen mag worden. In Vlaardingen is een 14-jarige fietser overleden na een aanrijding met een vuilniswagen. Dat meldt de politie. De jongen reed op de Dilleburg-singel toen hij door de vuilniswagen werd aangereden. Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. De jongen kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Bij honkbalvereniging Neptunus hebben dieven vannacht een ramkraak gepleegd. Met een auto werd de deur van de kantine eruit gereden. De schade bedraagt ongeveer 10.000 euro, zegt de voorzitter van de Rotterdamse sportclub. Nadat het alarm was afgegaan, was de politie snel ter plaatse, maar waren de inbrekers al gevlogen. De buit bestond uit de inhoud van een flipperkast. Het is echt te gek voor woorden, maar ja, wij zijn geen bankfilialen hier wat geld heeft natuurlijk. Dus ja, het is te gek voor woorden. Donderdag is het wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. Bij een matige wind uit het zuiden loopt in de middag de temperatuur op naar 22 graden.